Hallo, mijn naam is Bart de Pauw, online docent Nederlands. Welkom bij een nieuwe aflevering van Heb je zin? Vandaag oefenen we weer de grammatica van hashtag Dutch Grammar 2, les 44. Maar dit keer niet over de scheidbare werkwoorden, maar over het perfectum dat niet eindigt op een voltooid deelwoord, maar op twee infinitieven. Ching en Martin zijn in hotel De Drie Kruizen. Ching heeft gelukkig al vroeg kunnen inchecken. Het was nog geen 2 uur 's middags, de standaard inchecktijd van het hotel, maar gelukkig was de kamer al schoon. Ze heeft dus niet hoeven wachten. Nu zijn ze op de kamer. Ching is op het bed gaan zitten. Ze zucht voldaan. Hehe, eindelijk geregeld. Wat heeft ze zin in dit weekje Amsterdam? Dat heeft ze altijd al eens willen doen. Dan zegt ze tegen Martin: Hey, jij hebt nog even met de receptioniste staan praten. Wat heeft ze tegen jou gezegd? Oh, niets bijzonders. Martin. Oké, ze heeft laten weten dat het geen probleem is als ik hier eens blijf slapen. Ching kijkt een beetje verbaasd. Ben je daarom bij de receptie blijven staan? Om dat te vragen? Nee, Ching. Ik heb helemaal niets willen vragen. Ze zei dit echt zelf. Ja. Alles op zijn tijd, Martin. Je moet gewoon een beetje geduld hebben. Ik vind je een leuke jongen, maar laten we het rustig aandoen. Dat begrijp ik hoor, zegt Martin. Maar ik heb zitten denken, ik ben gewoon verliefd op jou. Ik wil graag dat je in Nederland komt wonen. Maar Martin, dat wil ik ook. Ik heb altijd al in dit land willen wonen. En daarom is die sollicitatie nu echt het belangrijkste. Als ik die baan krijg, dan wordt mijn droom werkelijkheid. Dan krijg ik iets terug voor al die uren dat ik Nederlands heb zitten leren. Dan kunnen we denken aan een toekomst samen. En echt waar, ik heb al zoveel over een leuke Nederlandse vriend zitten dromen. Iemand zoals jij, maar alles stapje voor stapje. Martin is gaan staan. Ik begrijp je, Ching. Wanneer is die sollicitatie? Over 3 dagen. Martin zegt, misschien is het dan beter als we na jouw sollicitatie afspreken. Nee, Martin, dat is het andere uiterste. Natuurlijk wil ik deze week tijd met jou besteden. Ik heb al veel voor deze sollicitatie zitten voorbereiden. Meer kan ik toch niet doen. Overmorgen heb ik nog een afspraak met een jobcoach, maar de andere dagen kunnen we samen iets leuks doen. Alleen 's nachts wil ik gewoon lekker slapen. Dat is echt belangrijk. Oké, dat snap ik. Dus laten we een plan maken voor morgen. Nou, gelukkig. Volgens mij begrijpen Martin en Ching elkaar nu. Tja, een relatie met een Nederlander is niet altijd makkelijk. Maar het kan natuurlijk wel. In de volgende aflevering van Heb je zin? Zien we welke plannen Ching en Martin gaan maken om iets leuks te doen. Tot dan! Doei!